Benito Raman, 2-2 op Racing Genk. Op zich geen slecht resultaat, maar het heeft er een lange tijd veel beter uitgezien voor jullie. Ja, tot aan de rode kaart zag ik er heel goed uit. Dan konden we hier wel winnen. Ik denk niet dat we gingen verliezen met 11 tegen 11. Maar oké, dat is voetbal nu. Hè. De rode kaart horen erbij. En spijtig genoeg hebben we die gepakt en dan is het 2-2 geworden. Nogthans, heel slecht voor jullie. Het eerste kwartier, 20 minuten, waren heel moeilijk voor Standaard. Ja, de 1-0 komt ook deel door mij. Dat ik gewoon te laks die bal wegzette en dat Timothy Castagne de bal voor mij is. En dat daardoor 1-0 valt. Dus dat is mijn deel dus. En uiteindelijk komen dan nog 1-2 voor. En denk dat ik daar wel heel, heel klein aandeel heb bij de 1-2 door die bal nog even door te koppen. Dus daar mag ik wel tevreden over zijn. Maar ja, 2-2 in Genk met rode kaart is zeker niet slecht. Op een bepaald moment moet je er vanaf. Wat scheelt er precies? Ik had na 5 minuten contact met Bailey, knie tegen knie en het lukte wel. Maar niet aan 100%, dus dan heb ik uit voorzorg nog zo lang mogelijk proberen meedoen. Maar ja, op een gegeven moment ging het gewoon niet meer en dan moest ik eraf gaan. Na die gelijkmaker van Genk volgt er een soort powerplay van Racing Genk. En dan onderscheidt jullie doelman zich wel, hè? Ja, we hebben een heel goede doelman. Hè. En niet alleen hij, we hebben nog andere goede doelmannen. Maar we zijn tevreden dat hij vandaag goede ballen heeft gepakt. En daar is wel een pluim naar hem dat hij heel goed was, de verdediging ook. Dus we hebben stand gehouden na de 2-2. Er was nog even discussie over al dan die strafschop op Karelis. Ja, maar die heb ik niet gezien en ik heb gehoord dat het toch geen penalty was. Dus ik weet het niet hoe dat het allemaal in elkaar zit, maar dan moeten we de beelden voor terug bekijken. Jullie doen een goede zaak, ook met dat punt bovenaan daar, maar het zal moeilijk worden om die plaatjes in de play-off 1, hè? Ja, maar oké, de meeste ploegen hebben vandaag punten verloren, of gisteren. Gent heeft verloren, de twee van boven hebben gelijk gespeeld, dus dat is positief voor ons. En nu hebben we nog een thuismatch en een match in Sint-Truiden, waar we eigenlijk gewoon 6-6 moeten halen. En dan kan het heel snel gaan, dan kunnen we direct weer derde of tweede staan. En dus en op dit moment kan alles heel snel draaien. Plus die wedstrijd op Standaard, waar jullie in beroep zijn gegaan. Ja, dat klopt. Dus, maar oké, het is nog heel lang het seizoen, dus we gaan proberen om toch doorbij te geraken. En ik denk dat we er wel zullen bij gaan door nadeel van andere ploegen, maar daar moeten wij ons eigenlijk op dit moment niet veel van aantrekken.